na die show daarna. Ik heb in mijn vorige filmpje heb ik even laten zien hoe je met die alternatieve neusademhaling zit. Dus je gaat zo meteen, dan sluiten we eigenlijk de rechterneusgat. Ik doe het even heel overdreven voor. Je sluit die rechterneusgat en je ademt door die linkerneusgat. En je sluit bij wijze van die linkerneusgat, doe je ook. En je ademt in door die rechter in en uit. Ja? Die rechterneusgat, die rechterkant, die staat een beetje voor mannelijke energie, voor doelgerichtheid, volhardendheid. En het is ook solar, dus het is de zonne-energie. Hij is dynamisch en hij wil gaan. Die linkerkant, die staat meer voor de vrouwelijke kant. Die staat meer voor het intuïtieve, voor het rustige, meer de verbonden kant. En die kant, die kan wat passief zijn. Er zitten vaak ook, als je pijn en klachten hebt aan die linkerkant van je lichaam, zitten er ook vaak emoties opgeslagen. Rechts is meer toekomstgericht, dus de problemen van nu. En links is het verleden. Nou, ik weet nu even helemaal niet. Of ik het helemaal correct zeg. Maar goed, dus klachten kunnen zitten aan die rechterkant van je lichaam. En dan kunnen we met die rechterneusgat kunnen we meer die rechterkant van het lichaam in. Als we die linkerkant inschakelen, gaan we meer de linkerkant van het lichaam in. Ja? Weer belangrijk, een goede zithouding. Bekkenbodem los, middenrif los, kaken los. Die energiesloten uit je lichaam. Zodat we die één lijn kunnen maken. Dus we zelf helemaal kunnen centreren. Het fysieke lichaam is slechts een omhulsel van het energetisch lichaam. Dus er zit een energetisch lichaam in dit lichaam. Wat je wil schoonmaken, wat wil reinigen. Wat die gedachten ook wil reinigen. Daar moeten we aandacht aan besteden. Daar besteden we aandacht aan met de juiste voedsel. Maar daar besteden we ook aandacht aan met ademhalingsoefeningen. Pranayama. Dus daarna die show daarna. Rechter neusgat, linker neusgat. Ida Pingala. We gaan die energie losmaken. Zodat er een hogere energie in het lichaam wakker kan worden. En die geest tot rust kan krijgen. Het maakt zeg maar de boel schoon aan de bovenkant. Dus het maakt die gedachten tot rust, tot stilstand. En het brengt dus het hele zenuwstelsel naar beneden. Waardoor je echt rust kan ervaren. Vaak moet je hem vaker doen. Om dat te ervaren in je systeem. Ja? Als je last hebt van die elleboog, kan je je arm ondersteunen. Ja? Dus voor sommige mensen is het lekker om die elleboog alvast te ondersteunen. Je kan deze en deze op je voorhoofd plaatsen. Duim en pink en dingen. Pink en. Nou, ik ga het elke keer weer lekker zeggen. Pink en je ringvinger aan de ene kant. Of je buigt even je middelvinger en je wijsvinger. En dan doen we hem even andersom. Ja? We gaan zo meteen inademen door die rechterkant. We gaan hem even 4 tellen doen. 5 tellen uitademen links. Ja? 4 tellen in. 5 tellen uit. 4 tellen in. 5 tellen uit. Dus het is rechts in. Links uit, links in, rechts uit, rechts in, links uitademen, links in ademen, rechts uitademen, snap je? Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Dus de hele tijd wisselen we daarin om, ja? Oké, sluiten we het rechterneusgat af, ondersteun eventueel die arm of je arm is op je... Je hand is op je knie en je ringvinger en je middelvinger zijn gesloten. Dus je sluit je linkerneusgat af. Je gaat 4 tellen in. Adem door je rechterneus. Wat komt die? 1, 2, 3, 4. Wissel adem uit links. 1, 2, 3, 4, 5. Adem in links. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Adem 5 tellen uit rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Adem 4 tellen in rechts. 1, 2, 3, 4. Adem 5 tellen uit links. 1, 2, 3, 4, 5. Adem 4 tellen in links. 1, 2, 3, 4. Adem 5 tellen uit rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Adem je eigen tempo. Adem in rechts. Adem uit links. Adem in links. Adem uit rechts. Schouders los, kaken los. Adem in rechts. Adem uit links.
adem in links. Adem uit rechts. Adem in rechts. Adem uit links. Adem in links. Adem uit rechts. Een laatste keer adem in rechts. Adem uit links. Adem laatste keer in links. Hou je beide neusgaten vast. Hou even je adem vast. Laat je neus los. En adem dan door je beide neusgaten weer uit. Adem in. En voel even na. Hoe het nu is in je lichaam. Dus deze ademhaling die zorgt ervoor dat je rust krijgt in je hele systeem. Dus je krijgt rust in je hele energetisch systeem. Rust in je mentale compartiment, emotionele compartiment, fysiek. Dus er komt ruimte om die energie in je lichaam te laten stromen. En het is fijn omdat ze allemaal een werking met elkaar hebben. En ze hebben allemaal effect op elkaar. Dus het is belangrijk om te blijven focussen. Je kan jezelf dus helen en genezen door te focussen op die energie. Ja? Focussen op je energie en je adem. Blijf de hele dag in verbinding met je adem. Dan hoef je niet de hele dag in die neurotische gedachten te zitten. Focus op die ademhaling, grond in je lichaam. Nou ja, dit zijn even de twee ademhalingen die ik je wil geven. Ene filmpje, andere filmpje. En combineer ik deze nog even met een andere oefening in een ander filmpje. Ja, namaste. Als er vragen zijn, stel me gewoon je vragen. Je kan me altijd mailen, je kan me altijd contacten. Yes, heel veel liefs, Manisha. Namaste.